Het is echt wel super druk. 4:15 ochtends. Ik zit dus nu in onze slaapcabine. Nee, dat was gewoon niet al te smakelijk zicht zo tijdens mijn ontbijtbroodje. Huh. Zo zie je ze helemaal niet. En zo zie je de twee. Nou, wij staan op ons plekje, maar ik denk dat dit echt de top 3 van Australië is. Hé, Appie? Oh, Appie is er nog niet. Wat zeg jij? Top 3 kampeerplekken Australië? Oeh, deze bedoel je? Ja? Jazeker, ik denk het wel. Misschien nog wel een top 2'tje. Ja, dit is echt... Want wij staan dus hier, ik zal in de busje. Maar dan staan wij dus gewoon... Hoppa! Gewoon met een uitzicht. Voordat wij de ellenlange rit gaan rijden vandaag... Van iets van bijna 300 kilometer. Ja, een kleine 300 kilometer. Zijn wij nog even naar Lookout in Town of 1770. Ja. En dat is dus, waarom het zo heet, is omdat de 1770 James Cook hier aan land kwam. Dat is het. Ja. Maar er is dus een Lookout, maar op zich, ja kijk. Oh. Dat is heerlijk. Die kant ook. Dit is wel... Ja. Zo'n mooi plaatje. We hebben deze 2 dagen eigenlijk een beetje kilometer vreten. Ja, inderdaad. Want we hebben, wat is het, in 2 dagen tijd moet je zo'n 600 kilometer rijden of zo. Sowieso, ja. Dus ja, wat doe je dan? Dan gaan we maar eventjes gewoon ergens langs de weg slapen. Ja. Dus we staan iets minder glamorous. Nee. Want we staan... Langs de kant van de weg. Nou, kijk maar. Ja. Hier staan we. Hier slapen we dus. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar weet je, dit is dan wel weer... je mag hier dus 20 uur staan. Dat is dan wel weer fijn. Dit is speciaal gemaakt voor de traveling public. Om hier dus 1 nachtje te spenderen. Ja. En dan weer door. Dus het kost je ook niks. En we hebben wel een toilet. Haha. Dus, het is een beetje part of the experience. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dit is inderdaad part of the experience. Dus ja, nou, hier slapen we vanavond. Dus wordt vroeg naar bed. En vroeg weer door morgen. En we zijn weer op pad. Vandaag zaten we bijna 400 kilometer op programma naar Cape Hillsborough. En Daantje rijdt weer lekker. Yep, yep. Yep. Want wie rijdt beter? En ik ga weer lekker aan de ijskoffie. Dat is mijn nieuwe verslaving. Ik vind het weer erg lekker. En ik navigeer natuurlijk gewoon hartstikke goed voor de rest. Dus, wat zeggen we dan? Doei! Zo, nou, 6 uurtjes op de bijbaan van ongeveer 4,5 uur rijden en de rest even pauze houden. Bijna 400 kilometer vandaag. Zijn we er. Maar, fantastisch mooie locatie. Moet eens kijken. Cape Hillsborough. We zijn dus op de Kangaroo Nature Tourist Park. Ik weet even de naam niet helemaal goed. Ja. Maar elke ochtend om zonsopgang, dus dat is morgen 4:15 ochtends, komen hier dus blijkbaar die kangaroos op dat strand. Ja. Nog een kleine side note trouwens, want dan sta je op zo'n waanzinnig strand, maar je mag er niet in zwemmen. Nee, vanwege? Maar dat, ja, vanwege de kwallen en krokodillen. En haaien zijn ze ook dan. Haaien zijn ze dat? Ja, ze zijn ook nog haaien. Oh, en haaien. Maar blijkbaar mag je vanaf dit punt naar het noorden van Australië nergens meer de zee. Dus er wordt gewoon met het zwembad lekker geloven. Alleen onze duikexcursie nog. Ja. Maar dat vertelt.
Hebben wij dat verteld? Hebben wij dat verteld? Ik weet het niet, geen idee. Maar dat vertellen we aan Lulu nog een keer. We gaan onze paddy halen, we gaan duiken. We gaan in 4 dagen gaan wij de cursus doen en dan gaan we de boot op. En dan komen we met paddy komen wij terug. Oh, cool. Op de Great Barrier Reef. Dus daar kunnen we dus wel het water in. Maar voor de rest mag je dus nergens meer het water in. Goedemorgen. Het is 4:15 'sochtends. En we zijn net voor zonsopgang gaan we het strand op. Want de kangoeroes schijnen bij zonsopgang dus over het zand heen te lopen. Dus die hele camping is ook al wakker. Het is echt wel super druk. 4:15 ochtends. Dus we gaan nu het strand lopen. Wij zijn gewoon weer even terug naar bed gegaan. Want het was natuurlijk 4:15 vanochtend. Het is nu pak een beetje tegen een uurtje of 10. Ja. Dus wij gaan weer lekker rijden. Wij gaan vandaag naar Early Beach. Want wij gaan naar de Whitsunday Islands. Wij gaan een 2-daagse tour op een boot. We gaan zeilen naar de Whitsundays. Okay. Lekker aan pakken. Lekker pakken. Dit is echt super chill. Echt elke camping, elke picknickplek heeft zo'n barbecue. Echt fantastisch. Ja. Nou, het gaat gebeuren hoor. Da-da-da-da. We gaan naar de Whitsundays. Yes. Tassie gepakt. Ja. Wijn is mee. Lekker. We gaan 2 dagen de boot op. Alleen het lijkt nu nog enigszins oké weer. En straks gaat het los op de boot. Dus ik heb mijn tijdschriftjes maar mee. Ik heb mijn podcastjes maar mee. Ik heb de One Line a Day heb ik mee. Hey. Ja, heb ik ook nog aan gedacht. Toppertje. Ja, want het kan best wel zijn dat we vaak beneden in het, hoe noem je dat, dek zitten? Geen idee. En als het goed is, we krijgen dus ook nog zo'n stingsuit. Ja. Maar als het zwemmen met kwallen wordt, dan ga ik al überhaupt het water niet in. Wist ik ook niet van tevoren. Dus mijn gevoel is een beetje droog. Ja. Nou, zit je lekker? Wij zitten nu op de katamaran zeil ding en ik zit naast onze kamer. Je hoort het goed. Ik zit naast onze kamer, want dit is onze kamer. Dat moet je wel goed zeggen. Oké, okay. Dit is... Hoe noem je dat dan? De voet? Hoe noem je dit? De boegding? Ik weet niet hoe je dit noemt. Hierin slapen we dus. Dus ik weet nog niet hoe dit gaat zijn. Ik zit dus nu in onze slaapcabine, maar dat gedeelte is dus ook onder water. Dus ik weet niet, dus we hebben hier ook zo'n gat nog aan de voorkant. Maar het heeft toch wel een hele andere, hoe noem je dit, gevoel. Want het lijkt alsof je verzuipt en je kan er niet weg ofzo. Dat is mijn gevoel. Wacht, ik zal kijken of je het kan horen. Je bloedt je heet. Ik zie de horizon niet, dus ik word hartstikke zeeziek, denk ik. Hey, Roy Beach. Het is zo heet. Ja, maar het regent nog steeds, hè? Buiten. Steeds. Ja, we hebben ook niet gesnorkeld in verband met de regen en alles. Nee, ik dacht, ik ga de rest maar lekker snorkelen. Ik ga aan mijn wijntje met mijn peukie lekker relaxen. Dat ben ik dus niet. Dat ben ik niet. Dus nou is het hier... Het is de snorkel. En we hebben lekkage in de slaapkamer. Slaapkamer? Hok. Ja, dat is onze cel. Onze cel. Ja, maar goed, we zitten nu met aardig wat mensen hier zo in het benauwde hok. Dit is nog niet alles, want de rest is buiten. Maar ja, we gaan er gewoon het beste voor maken en lekker zweten, hè dan? Zo, wat een beetje laat geworden gisteren. Mijn wijntjes. En uiteindelijk is het wel gestopt met regenen. Dus ik kon uiteindelijk ook lekker naar buiten. Het is nu de volgende ochtend. Daantje is niet zo lekker.
Maar die komt meer omdat ze zoveel gezweet heeft. Eigenlijk een beetje dehydrated. Nu gaan we dus... In combinatie met te weinig slapen en alcohol en dehydration. Ja, ik krijg dit resultaat. We gaan nu naar de lookout van de... hoe heet het strand? De beach? Whitsunday beach strand is het. En daarna gaan we nog even lekker het strand zelf op. Zoals je ziet is het... Slapen. en slapen. Zoals je ziet is het ook gestopt met regenen. Alleen de zon laat zich nog niet zien. Maar goed. In ieder geval dit hier is er... Oh, daadje toch. Oh, kom wel goed. Nou, je ziet het waarschijnlijk al. Het is in het begin weer regenen. Gaat dit, verdarrie, man. En dat op het, een van de mooiste stranden, waar het helaas wel wat drukker is. Maar goed, een van de mooiste stranden van de wereld. En het regent gewoon. Nee. Moet het ermee doen? Het is gewoon een beetje koud. Ja, en daar begint weer een beetje op te knappen, gelukkig. Dus dat is wel fijn. Dus ja, we gaan er wat van maken, toch? Toch dan? We gaan er wat van maken. Weer terug van twee dagjes Whitsunday Island, hè Daan? Ik stink. We stinken allebei enorm. Behoorlijk. We hebben de bus die staat nog, alles zit er nog in gelukkig. En we gaan nu naar Kools, spulletjes, daar even boodschapjes halen. Ja. En dan door naar de camper en daar even naar onze camping. En dan slapen. Douchen. Ja. God, wat zijn we blij dat we terug zijn. Ja. Doe je een Whitsunday tour, doe gewoon een gewoon zo'n één dag. Gewoon ga dag. Niet overnight, want het is nee. Dus dat. Ja, en als je dat wil gaan doen, ga het niet met Osil doen, want hun, nee ja, dat dus. Nou, wij zijn nog net een paar minuten voor de nieuwe camping. Ja. Want we gingen naar een andere, maar dat vonden we helemaal niks, geen bereik. En na die Whitsundays willen we toch nog steeds douchen. Dat hebben we nog steeds niet. Een comfortabel douchen, ja. Maar morgen stond er dan in theorie ook weer één van de big things in Australië. Ja. En in deze keer was het de Big Mangar. En de Big Mangar is, ja, hij is inderdaad big. Want 3, 2, 1. En er is de Big Mangar. Voilà. Om een klein beetje een beeld te geven wat wij tegenwoordig elke avond moeten doorstaan. Ik heb gewoon wat aan trouwens, ja. Niet dat je meteen denkt van, hè. We hebben een soort van elke avond een paddentrek, want dit is dus wat er elke keer gebeurt. Daar gaat de eerste net over het muurtje heen. De tree frog, denk ik. Maar hier zit de rest van de family. Goedemorgen deze morgen. We hebben eindelijk een beetje goed kunnen slapen na die boottrip. En we gaan zo een paar minuutjes gaan rijden. En wij gaan dan door naar Townsville. Pray with me dat het een beetje goed weer gaat worden, want we willen morgen naar Magnetic Island. En je zit je zo een beetje je ontbijtje naar binnen te werken. En sommige dingen zijn gewoon te goor tijdens je ontbijt hoor. Echt serieus. Maar oké. We zitten dus nu op een camping. Wordt een beetje gerund door ouderen. Er staat natuurlijk in elke toiletblok staat er een vuilnisbak. Hij is logisch. Maar dan kiepert ze de vuilniszak leeg. Herbruikt die vuilniszak. Maar kijkt vervolgens wat er in die vuilniszak zit. Ziet een scheermesje van de mannen. Bij het mannentoilet. En denkt, hé, die kan ik gebruiken. En stopt hem in de zak. Ik, nee, dat was gewoon niet al te smakelijk zicht zo tijdens mijn ontbijtbroodje.
Nou, nieuwe morgen in Townsville en het regent weer. Yep. En we hebben weer een camperdag. Want Magnetic Island, het is nu soort van een beetje droog. Maar vanochtend kwam het echt met bakken de lucht uit. Vanmiddag weer. En vanmiddag om een uur of twee komt het weer met bakken de lucht uit. En er is dus ook een... draaien, dank u. Er is dus ook een onweerswaarschuwing afgegeven dat hevig kan zijn. Ze hadden zoiets, ja, we kunnen heel leuk $80 per persoon gaan betalen om naar Magnetic Island te gaan. Om vervolgens in de takken buiten te zitten. Of we gaan plannen voor... Dus we gaan plannen, want... Wat is er ook weer aan de hand? Door het seizoen en door de vele regen van de tyfoon Jasper in december... is Cape Tribulation gesloten. Waar wij 2 dagen gepland hadden. Dus wij zitten nu heel erg te kijken, ja, wat gaan we doen als we er al niet naartoe kunnen. Ze hebben ook even de rest gekeken en er zijn gewoon heel veel wegen afgesloten nog. Ja, overstromingen nog en het blijft regenen. Dus wij zitten nu een beetje te denken van, nou, wat gaan we doen? Gaan wij... Gaan wij liever eerst maar even de planning doen in plaats van ook Magnetic Island en ook vanwege het weer. Ja. Kijk nou, wat een dag. Die worden schaars hier. Oh, daar ben je. Ja, die worden schaars hier. Ja, die worden schaars. Wij zijn klaar, want wij gaan uiteindelijk toch naar Magnetic Island. Want, hallo, kijk naar de dag. Juist. Dus, ja, dat. Ja, we gaan naar de boot, we hebben een autootje gehuurd. Ja, we gaan eventjes goed een dagje genieten op Magnetic Island. Yep. En in de hoop dat het dit weer blijft. Je hebt dus op Magnetic Island ook een brouwerij. Dus wat doen wij? Als wij een brouwerij zien, dan moeten wij een biertje proberen. Thank you. Dus die gaan wij proberen. Hier, wacht. Thank you. Bye bye. Je kan dus ook een proeverij doen, kost $25. Alleen ja, ze zijn hier op dit moment, nou ja, zoals je ziet, aan het verbouwen. En de toko was een beetje leeg. Ja. Het is natuurlijk low season. Maar je kan dus ook een proeverij doen. En zijn eigen brouwerij. Op Magnetic Island. Dus wij nemen 2 blikjes mee voor beide campers. En bij Maggie Island Brewery. Maggie Island Brewery. Nou, wij zijn bij Mission Beach. Tenminste, in de buurt. En ja. Je hebt hier dus de cassowary. Een of andere loopvogel, emu-achtige ding, maar met een blauwe kop en een hanekam. Ja. Zoiets. Goed, die kan je dus hier heel goed spotten. Er is ook een bepaalde wandeling, 1,2 kilometer in een loepje. En er schijnt dus heel veel te zitten. Waar wij dus naar op zoek zijn, zijn die beesten. Ja. Waar is die? Daar. Dit is dus de cassowary. Dan is weer een big thing. Een van de big things, inderdaad. Ja, hij is niet zo heel groot. Ja, nee. De garnaal was groot. Maar zo ziet dat beest er dus uit. Ja. Die komt ook alleen maar hiervoor. Dit hele gebied is erom bekend dat ze er heel veel zijn. Maar met ons geluk nu... Ja,
jij het ook zo heet? Fucking ja, man. Ik heb al de plekken naar hier in een t-shirt zitten. Oh, ja. Gadver. Nou, zwetend en al sluiten wij deze vlog af. Ja. En nou, dan zullen wij zeggen tot in het volgende deel. Tot de volgende keer. Doei.